Dan ga ik het zo doen. Ik heb eigenlijk expres geen PowerPoint gemaakt. Omdat ik eigenlijk niet zo goed met die plaatjes overweg kan. Ik praat sneller dan die plaatjes, zou ik maar zeggen. En dan heb ik net iets gehoord van de vorige sprekers. Want ik wist dat ik de laatste zou zijn. En dan denk ik, oh ja, dat is natuurlijk ook interessant. En dan past dat niet in zo'n plaatje. Bovendien probeer ik bij deze een beetje uit wat mijn vader heel goed kon. Die kon heel bevlogen een verhaal vertellen. Gewoon vertellen. En dan niet eens in zo heel goed Nederlands. Maar zijn mimiek en met zijn gebaren en zo kon hij toch publiek. Het publiek, maakt niet uit wat voor nationaliteit het publiek had, kon hij ze toch meenemen. Ik weet niet of me dat gaat lukken nu hier bij jullie om 3:55, nadat je al zo'n hele dag gehaald hebt. Maar ik ga een poging doen. Ik had gedacht, toen ik gevraagd werd om dit te doen door de organisatie, wat is er, inderdaad iets bijzonder in de omgang van mantelzorgers met oudere migranten? Bijzonder en anders ten opzichte van de omgang van mantelzorgers gewoon hier in Nederland, in Nederlandse families en in Nederlandse gezinnen. Ik ben zelf geen migrant meer, want ik ben kind van een migrant. In Nederland geboren. Dus daarmee wel het geluk gehad van kennis kunnen maken en op kunnen groeien letterlijk in twee culturen. En twee talen. Dus als ik bijvoorbeeld van Gerda hoor, het verhaal hoor, dat ik denk, dan denk ik, dan ben ik helemaal in verwarring gebracht. Want dan denk ik, waar zit hem dat verschil nou inderdaad in het zorgen voor je moeder? De liefde die je voor een familielid voelt en dat je daarom dat toch zo graag doet, terwijl je misschien zelf in je eigen leven ook in spagaat staat. Maar goed, misschien is het ook wel goed om iets meer te vertellen over daar waar ik werk. Ik ben beleidsadviseur van het NOOM en dat is het netwerk van organisaties van oudere migranten. Wordt de laatste tijd wel eens genoemd een van de vier ouderenbonden. Maar is er nog maar heel kort, is er pas vanaf 2007. Maar we vertegenwoordigen in dat netwerk de belangen van ouderen van Marokkaanse, Turkse, Chinese, Hindoestaanse, Surinaamse, Zuid-Europese, Caraïbische en Molukse ouderen. Dus 8 lidorganisaties die allemaal hun eigen belangen proberen te behartigen. Maar we werken veel samen met de Nederlandse bonden, met de PCOB, met de UNIKBO en met de AMBO. En straks kom ik erop terug waarom wij zijn zoals we zijn, het NOOM, zo'n jonge organisatie, met als motto samen waar het kan, maar apart waar eigenlijk nog nodig is. Mijn andere baan heb ik bij woonzorgcentrum Raffi. Dat is een woonzorgcentrum voor Indische en Molukse ouderen in Breda. Dat is een instelling die er al jaren is, opgericht in de jaren 50, bij de aankomst van de eerste migrantengroepen uit het voormalig Nederlands-Indië. En zo later langzamerhand uitgegroeid tot een zorgcentrum voor Indische en Molukse ouderen. Dat bestaat er al 40 jaar, zonder overdrijven. En sinds een jaar of 10 hebben we ook een Turks verpleeghuis onder dezelfde stichting midden in de stad. We hebben in beide huizen, zowel het Indisch huis als het Turkse huis, daar wonen in totaal ongeveer 110 ouderen. 85 tot 90 in het Indisch Molukse huis en 15 verpleegplaatsen in het Turkse huis. En we hebben in totaal ongeveer 180 vrijwilligers. En toen ik het verhaal zo net hoorde van Joost van Alkemade, hoe in sommige instellingen blijkbaar omgegaan wordt met vrijwilligers of in vergadersessies, zou ik maar zeggen, dacht ik, ja, dan ben ik toch wel heel erg blij dat dat bij ons niet zo is.
Want de vrijwilligers zijn bij ons echt zodanig ingecorporeerd in de instelling, zal ik maar zeggen, dat ze door directie, staf en management even belangrijk gevonden worden als de medewerkers. En dat voelen zij ook zo. Daarom hebben we er ook zoveel. Dan moet ik wel erbij zeggen dat ook wel de affiniteit met de doelgroep een grote rol hierbij speelt. De vrijwilligers zijn voor een groot deel van Indische afkomst. Maar ik zie ook dat zij net zo goed zich inzetten in het Turks huis als dat ze in het Indisch huis zich inzetten. Ik kom er zo meteen nog op terug, want we doen ook activiteiten voor de buurt waar onze huizen in staan. Maar daar ga ik zo meteen verder iets over zeggen. Mij wordt vaak de vraag gesteld wat nou toch zo anders is aan oudere migranten of Nederlandse ouderen of mantelzorgers uit een migrantencultuur of Nederlandse mantelzorgers. En eigenlijk denk ik dat de verschillen in beleving niet zo heel erg groot zijn, maar dat het verschil voor de migrantenouderen vooral zit in hun migratiegeschiedenis. Kijk, Nederlandse ouderen, die nu oud zijn, zal ik maar zeggen, die hebben vanaf de periode na de Tweede Wereldoorlog, alhoewel dat natuurlijk ook een hele moeilijke tijd geweest moet zijn, kunnen werken aan de wederopbouw van het land, ook in een omgeving waar ze gewend zijn, waar ze grootgebracht zijn, opgegroeid zijn. En oudere migranten, zeker als ik kijk naar mijn eigen afkomst, die hebben uit Indonesië, die hebben na de Tweede Wereldoorlog de onafhankelijkheidsoorlog meegemaakt. Die zijn in hun jonge jaren naar Nederland gekomen, in een land waarvan ze dachten dat ze daarbij hoorden. Maar toen ze hier in de jaren 50 kwamen, waren ze hier helemaal niet welkom. Want Nederland was gewoon zelf nog in wederopbouw. En de overheid vond het land toen eigenlijk al vol. Dat is niet iets van deze tijd. Nou moet ik ook wel zeggen dat die migratiegolf er ook een was van ongeveer 300.000 mensen in een periode van 20 jaar. Dus het was ook niet niks. Maar met die hele migratiegolf hebben de ouderen de manier waarop ze sociaal georganiseerd zijn, hun sociale structuren, de manier waarop hun gemeenschappen gevormd zijn, die hebben ze stukje voor stukje meegenomen naar Nederland. En wat houdt zo'n sociale structuur dan eigenlijk in? Dat je veel vaker bij elkaar over de vloer kwam. Ook als er gewoon nog niets aan de hand was. Dat je veel meer die familiezin hebt. De meeste migrantengemeenschappen, ook die van mijn eigen, de Molukse gemeenschap, is gebaseerd op familiestructuren. Op structuren die gebaseerd zijn op verwantschap en die zich uitgebreid hebben in de buurt, in de wijk, in het dorp waar ze vandaan komen. En ik kan me zo voorstellen dat dat hier in Nederland in kleine gemeenschappen ook nog wel hier en daar te vinden is. Ik heb wel eens een project gedaan in Wierden. En daar hoorde ik van dat Noorburgschap. En ik dacht, nou, dat doet eigenlijk wel daar een beetje aan denken. Dus er voor elkaar zijn, bij elkaar binnenlopen. Nog op momenten dat er helemaal nog geen sprake is van zorg. Helemaal nog niet nodig, maar je kent elkaar al wel zodanig dat als er iets mis is, dat je dan veel makkelijker bij elkaar binnenloopt. En daar zat ik eigenlijk een beetje te zoeken naar hoe je netwerken kan vergroten. En ik heb het vandaag al een aantal keren horen zeggen, hè, dat je kennis met elkaar moet maken, verbindingen met elkaar moet zoeken. Maar dat geldt eigenlijk nog veel meer ook voor de verbindingen die je kunt maken met dat wat zich heeft genesteld in een andere cultuur.
En je hoeft daar helemaal niet zo hele verre reizen voor te maken, naar Azië en naar Afrika. Zeker in grote steden kan je ze gewoon bij jou in de buurt waarschijnlijk ook wel vinden. En met dat idee hebben we, en daar wil ik eigenlijk op een gegeven moment wel naartoe. Met dat idee hebben we bijvoorbeeld vorig jaar een project opgezet, een vrijwilligersproject in Lunteren. Omdat we dachten, nou ja, Lunteren is klein. Daar hadden we vanuit een van de lidorganisaties van het NOOM, naar voorbeeld van wat er in Raffi gebeurt in de buurt en in de wijk, hadden we bedacht die contacten tussen buurtbewoners van welke nationaliteit dan ook zijn gewoon hartstikke leuk. Omdat ze zich dan aan gaan melden als vrijwilliger in het huis, omdat ze kennis maken met die andere cultuur, maar ook omdat het reuring brengt in die wijk. En in Lunteren hadden we contact met de seniorenwelzijnorganisatie. En daar kwam de Lunterse blaasband kwam eens een keer spelen in het Molukse wijkgebouw. En het bleek dat natuurlijk toen die Molukse gemeenschap in de jaren 50 daar kwam wonen, gingen die kinderen naar dezelfde school als de Nederlandse kinderen. Gingen ze boodschappen doen in dezelfde winkels als waar iedereen boodschappen deed. Gingen ze bij de melkboer op de pof, nou ja, net zoals iedereen dat deed. Dus het was helemaal niet zo, bijzonder dat daar verbindingen werden gelegd en dingen samengedaan werden. Dat was vanzelfsprekend in die tijd, jaren 60. Maar gaandeweg ging ieder zijn eigen weg. Die Molukse gemeenschap bleef de Molukse gemeenschap. Kinderen gingen de deur uit, zochten allemaal hun eigen weg, hun eigen ding. En toen zagen we gebeuren dat je een soort van tweedeling kreeg in dat kleine dorp. Dat die Molukse mensen hun dingen deden en de Lunteranen hun dingen deden. En we dachten, dat willen we toch eigenlijk wel samenbrengen. Dus wat hadden we gedacht? We gaan kijken of we verhalentafels kunnen organiseren. En we laten de mensen verhalen bij elkaar komen vertellen. Met in ons achterhoofd als doel, je kunt dan in die wijk of in die buurt dat netwerk wat groter maken, zeg maar. Voor als men eens voor het een of ander bij elkaar aan zou kunnen kloppen voor iets kleins. Dan hoeft je dochter bijvoorbeeld niet helemaal uit Amsterdam of zo te komen. Maar dan heb je gewoon toch een groter bereik van mensen bij wie je aan kan kloppen. Heeft ertoe geleid dat, ik kan er wel heel lang over vertellen, maar dat ga ik niet doen natuurlijk. Het heeft ertoe geleid dat we met een paardentram door Lunteren zijn gegaan om verhalen op te halen bij markante plekken. Want daar waar nu het dorpsplein is met zo'n muziekkapel, daar stond een oude boerderij van een oud-Indiëganger. Die meneer heeft daar zijn verhaal verteld. In de gereformeerde of protestantse kerk, daar kwamen oud-wethouders bij elkaar en een oud-manager van de Nobo-fabriek. En die gingen in gesprek met de Molukse vrouwen die in die fabriek hadden gewerkt in de jaren 70. Daarna was er een samenkomst in dat wijkgebouw en die Lunterse blaaskapel die had Molukse traditionals ingestudeerd. En de Molukse muziekband die had Nederlandse jaren 60 liedjes ingestudeerd. En dat was allemaal zo gezellig dat daar kwam een vervolg bij. Want er werd veel gevoetbald samen. Dus het Edense voetbalteam of het Lunterse voetbalteam kwam op het idee om een sportcafé te organiseren in de week dat er WK was. Dus de hele buurt, de hele wijk kwam daar voetbal kijken in die wijk. En de gemeente was zo enthousiast, die tipte ons op een subsidiefondsachtig iets, waarbij we bijna niet meer hoefden op te schrijven waar het over ging. Die waren zo enthousiast en we werden gewoon erin ondersteund. Al met al heeft het geleid tot het opnemen van een cd met die gemengde liedjes, zal ik maar zeggen. En dat we nu elk jaar zo'n ouderendag hebben met Molukse en Nederlandse ouderen. Vorig jaar maakte ik voor het eerst
de organisatie van zo'n gezamenlijke ouderendag mee. En toen werd ik gebeld dat ik daarbij moest zitten, want er was een klein probleempje. Want uit de gastvrijheidsgedachte van de Oosterse cultuur was het de gewoonte om de koekjes en de hapjes en de loempiaatjes en alles, om die al op tafel te leggen. Dat geeft gastvrijheid aan, dat je welkom bent. Maar de vrijwilligers van de ouderen, van de welzijn ouderorganisaties, die zeiden, ja, maar dat zou ik niet doen hoor, want dan is het al op voordat het welkomstwoord is uitgesproken. En dat vonden ze toch wel een probleem, hoe kwamen ze daar nou uit? Want dat niet op tafel zetten, dat waren ze niet gewend. En uiteindelijk kwamen we tot de oplossing door te zeggen dat we dan maar in shifts die hapjes op tafel zouden zetten. Als dan de eerste lichting op was, dan was er nog een lichting achter. En dan was het toch niet helemaal op, zal ik maar zeggen. Nou, dat was een heel goed idee. Maar wat mij zo opviel in het vertellen en het uitwisselen van die verhalen, uiteindelijk hebben de verhalenvertellers, Nederlandse ouderen en Molukse ouderen van ongeveer dezelfde leeftijd, 70 plus ongeveer, die kwamen op het idee om verhalen uit te wisselen over de periode na de oorlog. Het bleek dat de mannen in die groep waren allemaal de oudsten in het gezin. Dus die waren, omdat hun vader er niet was, geïnterneerd zat of gevangen gezeten of ondergedoken, waren die als oudste jongens, waren ze verantwoordelijk voor het gezin. En die verantwoordelijkheid voor het gezin, dat hebben ze eigenlijk een beetje ook overgedragen aan hun eigen kinderen. Dat voor elkaar zorgen en naar elkaar omkijken, dat bleek dan uit die verhalen die dan uitgewisseld werden, tenminste in die generatie, dat dat eigenlijk helemaal niet zo cultuurgebonden was. Dat is eigenlijk iets wat universeler is, wat meer mens-eigen is. En ik moet zeggen, als beleidsadviseur bij het NOM, of ik ben verantwoordelijk voor het scholingsprogramma cultuurspecifieke zorg bij RAFI, of in het samenwerkingsproject wat Jalan Pinter, dat heet Slimme Weg naar Cultuurspecifieke Zorg, heet dat. In al die programma's waar ik werk, zie ik dat het ons eigenlijk sterker maakt om te zoeken naar verbindingen en naar raakvlakken in die verschillende culturen, dan een beetje bang te zijn of op te zoeken de verschillen. Want ik zie nu dat, kijk, zoals wij met al die migrantengroepen in dat netwerk voor oude migranten bij elkaar zaten, hadden we geen idee hoe dat zou werken. Hoe is dat eigenlijk als je als moslimorganisatie in de Molukse kerk komt, of als hindoe-organisatie iets in een katholieke setting gaat doen? Maar het blijkt dat we heel goed met elkaar overweg kunnen, hoe jong die organisatie ook is. Want waar we voor staan, is het gemeenschappelijke feit dat onze ouderen, zeg maar, pas sinds de jaren 90 een beetje aandacht hebben gekregen. De aandacht voor onze ouderen, zal ik maar zeggen. Waar we voor staan, is het gemeenschappelijke dat we in onze ouderengroepen en onze mantelzorggroepen nog een hele grote kloof zien in toegankelijkheid en de kennis die er moet zijn om mee te draaien in het hele woud van zorg en welzijn en regels en initiatieven. En ik hoor heel vaak dat het, wat je opnieuw bedenkt, dat het innovatief moet zijn. Nou, het is bij ons al heel erg innovatief als iemand ons durft te vertellen wat er eigenlijk aan de hand is. En als er iemand van buiten in huis gelaten wordt om mee te helpen, om die zorgvraag een beetje te verlichten, dat is bij ons eigenlijk al innovatief genoeg, zou ik maar zeggen. Maar ook daarvan kwam ik erachter dat ook dat niet alleen bij migrantenculturen speelt. Intussen heb ik heel veel Nederlandse mantelzorgers gesproken die ook eenzaam zijn, die ook helemaal niet meer weten hoe en aan wie ze moeten vertellen wat ze eigenlijk nodig hebben. Dat er gelijkwaardigheid in niveaus, zeg maar, leidinggevende, WMO-ambtenaar, professional,
de vrijwilliger uit de informele zorg, zal ik maar zeggen, en degene die die zorgvragen eigenlijk nodig heeft, dat daar best nog wel heel veel drempels en lagen tussen zitten. En dat is in maakt niet uit welke gemeenschap eigenlijk hetzelfde. Nou, waar ik naartoe wilde was eigenlijk mijn statement. Ik zie dat er iets anders opgeschreven is als wat ik had bedacht, maar het lijkt wel heel erg op elkaar. Is eigenlijk dat ik het mooi zou vinden als er meer initiatieven zouden plaatsvinden zoals in Lunteren. Dat je, en ook zoals bij Raffi en bij Lale, dat wij onze keuken, onze toko waar we Indische dingen verkopen en maken, die staan open voor de hele buurt. Die kan er elke dag terecht. Maakt niet uit wat voor kleur, maakt niet uit wat voor inkomen, maakt niet uit welke opleiding, maakt niet uit welke religie. Iedereen is welkom. En ik zou zeggen, als je in de buurt bent, of je bent niet in de buurt, maar je wil eens komen kijken, loop dan gewoon eens bij ons binnen. Dan voel je het eigenlijk al bij de entree, want om 10 uur 's ochtends ruikt het bij ons al naar nasi. Dus als je daar niet goed tegen kan, dan moet je dat geloof ik niet doen. Maar in ieder geval is mijn motto voor vandaag, loop gewoon eens wat vaker bij elkaar binnen. Dan blijkt dat er veel meer mensen om je heen zijn, dat je veel meer mensen om je heen hebt dan je dacht. Ja.